Zo. Goedemorgen. In de drukte van Lombardije. Squeaky, squeaky. We hebben geen zin om te wachten. En zo doe je dat. Ik stond daar net. Mijn handschoenen en mijn helm zo te pakken. Er stond een man een peukje te roken onder de afdak. Niks bijzonders. En aan de andere kant stond een vrouw haar boodschap in de auto te laden. Ook niks bijzonders. Die vrouw brengt het winkelkarretje terug. Loopt terug naar de auto. Stapt in aan de passagierskant. Dat viel mij op. Waarom zou je daarin stappen als je alleen bent? De man die onder het afdakje stond, gooit zijn sigaret op de grond. Maakt hem uit. Loopt naar die auto toe en stapt aan de bestuurderskant in. Oftewel, die vrouw heeft in eentje alle boodschappen uit het winkel, uit de supermarkt waarschijnlijk al. Misschien dat ze zelfs in eentje de boodschap heeft gedaan, geen idee. Ingeladen, alles opgeruimd. En die man heeft alleen maar zijn peukjes staan roken daar. En dat verbaasde me gewoon. Heel erg. Dat is niet waar ik het wel over heb. Ik wil het hebben over de motor. Die hoor je op de achtergrond. Ik ben eigenlijk onderweg naar mijn ouders. Want ik heb de Iridium Sparkplug Bougie vervangen voor de normale, die 300 km heeft gelopen, omdat rond de tijd dat ik de normale heb vervangen voor de Iridium waren de problemen iets erger. Zover lijkt dat nog geen verschil te hebben gemaakt. Maar ik heb wel een hele mooie Bougie dop, maar die is 17 aan de ene kant en 19 aan de andere kant, dus er kan geen ratel op, wat niet heel handig is. Dus heb ik met een waterpomptang de Bougie erin staan draaien met de Bougie dop. Maar je hebt ook zo'n stukje beweegruimte, dus dat gaat echt per kwartslag. Dus hij zit goed, hij start en zo, maar hij zit nog niet fantastisch. Dus ik rijd nu naar mijn ouders toe, eigenlijk om zeker te weten dat hij goed vast zit, voordat ik snel weg ga doen ofzo. Er waren vandaag verschillende toerritjes waarvan ik dacht, daar ga ik mee of daar kan ik mee. Maar A, is het weer niet fantastisch. Het zou nu even droog moeten blijven. En B, ik heb geen zin om de snelweg op te gaan of wat even vol in de bocht te hangen op een dijkje. En dat dan de Bougie eruit knalt. Daar zit niemand op te wachten. Dit vind ik al tricky, maar ja, dat is de enige manier dat ik het zeker kan weten. Ik heb ook de O2 mod weer teruggezet, aangepast. Die heb ik toen uit aangepast voor Gent, want ik dacht, ja, het is onder de 0 graden, ik moet lange afstand rijden, laat ik hem iets aanpassen. Dus zodoende dat gedaan, toen de tijd. Wel weer een beetje teruggezet, maar een beetje mee gespeeld. Dus ik heb hem nou eigenlijk naar zomerinstellingen gezet. Het is nog niet helemaal weg, zoals jullie net hoorden. Ik zat nog te denken om donderdag of vrijdag naar werk te gaan met de motor. Om ook de Bougie te testen en zo. Maar ja, donderdag had een optie geweest achteraf. Via slechte weer reuze mee. Vrijdag gaan ze genoeg regen op. Ik ben vrijdag iets eerder naar huis gegaan. En ik dacht, het was super mooi weer. En ik baalde een beetje dat ik niet met de motor was. Tot ik op de snelweg zat en letterlijk door de grootste bui van de afgelopen week heen ben gereden. Toen was ik heel blij dat ik toch mooi in de auto zat. Dus dan moeten we vandaag testrijden. En dan testrijd ik hem wel terwijl ik naar mijn ouders ga. In de hoop dat tot die tijd de Bougie gewoon lekker blijft zitten, waar die hoort te zitten. En er niet uitknalt. Dat zijn de eerste twee stappen. En ik heb ook nog een derde stap in mijn rugzak zitten. Dat is fuel injector cleaning. Want dat werd aangeraden door mensen uit reacties. Dank daarvoor. Had ik zelf nog niet overwogen. Dus ik ben een motor tot Barendrecht gereden. En die hadden twee merken staan. En daar heeft met de verkoopster gepraat. En zij had een CBR van 2007 of zoiets was het. Kan totaal naast het exacte model zitten, maar normaal was die van 2007. En die begon over de winter ook schokproblemen te ontwikkelen, net zoals die van mij. En zij heeft het toen gebruikt en het is eigenlijk praktisch weg. Dus hey, dan gaan wij het ook proberen. Als wij de snelweg overleven. Nee, is goed. Laten we ons maar lekker file rijden op de Brinnenbrug. Misschien beter voor de motor. Dus dan rij ik gewoon anders de kruispunt op. Wetende dat die geen vooruitgang meegeboet wordt. En dus blokkeer je alles voor de rest van de weggebruikers. Gelukkig kunnen wij er gewoon overal tussendoor. Dat is de auto die net voor ons reed.
Ja, da 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 da. Let op je spiegel. Da 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 da. Lang leven de motor. Zelfs als die kut rijdt, heeft hij nog zijn voordelen. Ja, daar gaan we er niet op zitten wachten. Nog zo Cupra, daar zat ik laatst de motor ook achter. Dat logo komt me zo niet bekend voor. Is dat gewoon een totaal nieuw merk? Deze is uitlaat, die andere is maar elektrisch. Dus ik dacht, nou misschien nog wel een nieuw elektrisch merk of zo. Maar of het zijn nep uitlaten. Ik hoor hem toch niet boven de wind en boven mijn motor. Ik ben zo niet bekend met auto's. Dus ik heb geen flauw idee of dat een nieuw merk is. Of een of andere fancy andere optie. Daar voor ruimte, dat is altijd aardig. Het feit dat we tot hier zijn gekomen is al geruststelling. Wauw, dat wat wind. Nog een reden waarom ik niet mee ben geweest met de ritjes. Het is weer vandaag. Ik ben niet zo miepjes normaal gesproken, maar als je motor net niet helemaal vertrouwt en je hebt dan ook nog ontiegelijk slecht weer, dan ja. Veldompers. Mensen die veldumpen bij een andere woonwijk. Ik heb hem wel aangedraaid, want hij zat wel degelijk nog te los. Tot een goede 10 keer in de rato kon bewegen, zeg maar, voordat hij vast zat. Oké, dus nu gaan we de Forte proberen. Ze hadden twee merken, Forte en Putelijn. Forte ken ik van de oude motorstelde, Kelde. En Putelijn, ja, is ook op zich geen slecht merk, maar zij raden al deze aan. Volgens mij was dit ook een van de merken die online aangereden werd in de comments. Dus zij zei, gooi het erin nadat je een volle tank hebt gedaan. Maar het lijkt mij handiger om het erin te gooien voordat je gaat tanken. Want dan kan het mengen terwijl je tankt. Als het maar een volle tank is, toch? Nou goed, het zal helemaal geen volle tank zijn. Want er zit zeker... Ik heb er maar 75 kilometer op deze tank gereden ofzo. Elke druppel, want de flesje is 17 euro. Ik zal nog te twijfelen, moet ik er niet twee halen? Dat je zeker weet dat het goed is, maar één zou voldoende moeten zijn. Duurste tank benzine ooit met 17 euro opstartkosten. Ik zal nog te twijfelen voor Shell V-Power, 98 is 98. En dat is het belangrijkste gedeelte. Holy fuck, je knoeit. Erin, kreng. Beetje vochtig maken is natuurlijk wel voor goed vooraf. Oh. Niet voor werk aan de andere kant van je motor staan. Dat bedoel ik, er gaat 4 liter in. Dat roeren, dat wordt hem niet. Kom op, elke druppel is telt, heb je voor betaald. Dichtmaken, droog maken. Ja, dit heeft al zoveel benzine gezien, dit wordt niet meer aangetast door benzine. Dus ik ben benieuwd of dit wat nuttigs doet. Ik ben echt wel 100% blij dat ik naar mijn ouders ben gereden, ondanks alles, want dat vastdraaien was wel nodig. Ik zei dat een goede 10 slagen of zo, met de ratel. Eeuw, regen. Die laatste slag is echt niet te strak, niet te strak. Schudden ze als een tweetakt. Daar is het te zwaar voor. We stuiteren wel, dan schudt het ook. Zo. Als er maar beweging in de vloeistof zit, dan mengt het wel. Kaart in de ankers voor een stoppie. Dus ja, wat hebben we nu gedaan? We hebben nu de bougie vervangen van een nieuwe Iridium naar een nieuwe normale. We hebben de O2 sensor, de O2 mold aangepast en we hebben fuel injector cleaner erin gegooid. Dan moet je natuurlijk eigenlijk zeker een half uurtje rijden voordat je dat verschil gaat merken, denk ik. Maar zover nog nul verschil eigenlijk. Wel blij dat ik ben gegaan, want het aandraaien was nodig, 100%. Dus dat hebben we dan maar gedaan.
Nou heb je nog, als je blok een bijgeluid maakt, wat die natuurlijk wel een beetje doet, dat een of andere moer los kan zitten. Als ik kijk of dat kan filmen, dan zal ik dat in XT wat even goed gooien. En dan mocht dat het zijn, dat schijnt relatief simpel op te lossen te zijn. Ik verwacht niet dat hij daardoor die stotteren doet, maar als dan het bijgeluid weg is, dan ben je al de helft van het probleem kwijt. En anders, ja, anders wordt het lastig, jongens. Aan de ene kant heb ik echt wel bijna zin om een revisie te doen. Dat betekent wel dat je x aantal weken niet kan rijden. Dat is niet tof, zeker niet als het mooie weer wordt. Aan de andere kant is het wel misschien leuk om dat te filmen. Maar het is gewoon erg duur. Dan heb je nog de optie tot kopen een gereviseerd blok. En ik weet wat het kost en ik weet waar ik dat kan halen en zo. Maar dat gaat ook gewoon simpelweg niet. Maar goed, dat zijn zorgen voor later. Het rijdt wel een stuk fijn als je weet dat je boosje hier goed vast zit. Dus dat gaan we tot ik het juiste gereedschap heb, niet meer thuis doen. Ondanks dat het zo'n super klein iets is wat je thuis zou moeten kunnen doen, moet ik echt even zorgen dat ik de juiste tools heb daarvoor. Want dit was het niet. Het zou wel fucking fantastisch zijn als die fuel injector het probleem dusdanig vermindert dat het acceptabel is. Ik bedoel, het is een XT, een beetje schokken en knallen en zo hoort erbij. Als dit de oplossing is, dan haal ik voortaan gewoon elk jaar een flesje. Vaste maand in het jaar krijgt de XT een flesje fuel injector cleaner. En dan zitten die 16 of 17 euro ook meer dan waard, zeg maar. En ik heb die flesjes jaren geleden al eens een keer gezien. Stonden ze nog bij de motorkelder toen het nog de motorkelder was. Ik dacht er nog wel een beetje met twijfels over en wel eens getwijfeld, zal ik het wel of niet doen. En ik heb daar gewoon eigenlijk nooit meer over nagedacht, weet je wel. Ik heb er waarschijnlijk toen een soort van een oordeel over geveld en daarna niet meer echt verder naar gekeken. Dat is wel het voordeel voor met bijvoorbeeld de website. Je moet echt, als je iets wil reviewen en zeker als je daar iets over wil schrijven wat enige vorm van journalistieke waarde heeft, om mooie woorden te gebruiken, dan moet je daar eigenlijk vanaf nul in stappen. Je kan je inlezen zodat je weet wat het product is, wat het product doet, maar ik moet er daar nog nul in stappen. Met rijden voor mij is dat helemaal lastig, dat is natuurlijk de laatste review die daarop staat, dat ik het product heb gebruikt ver voordat de website überhaupt een idee was. En toen was ik er zo positief over dat het heel lastig was om een neutrale review te schrijven. Dus uiteindelijk is die review geworden een intro wat het product is en wat het product doet. En daarbij een klein beetje een zo meningloze oordeel erover geschreven. En dan heb ik gewoon letterlijk mijn ervaring opgeschreven. Dan wordt dat eigenlijk meer een opiniestuk of een stuk commentaar. Maar dat mag in een review. Als je dat maar goed verwerkt. En dan heb ik een conclusie gedaan. En die conclusie ben ik gewoon zo neutraal mogelijk opgeschreven. Want dit feitelijk gezien en ervaring technisch. Dit klopt, dit weet ik niet. Mijn conclusie is, dit product doet wat het zegt, ja of nee. Dacht, die auto willen we van dichterbij zien. Ondanks dat het een stukje opiniepeiling of een stukje commentaar is. Mustang? Ja, Mustang. Nee, Chevy. Chevrolet. Ben ik wel blij met de review zelf. En daarmee gezegd hebbende, mocht je nog tips hebben voor de motor, kom maar op. En anders zie ik jullie in de volgende.